Maar daar gaan allemaal wat aan geschakeld zien. Is jouw goal, zie. Een wedstrijd tussen Harlequins en de span van Collegians. Het is vandaag de 8e juli. In Oudtshoorn op Harlequins het thuisveld. Misschien het eerst waar die wedstrijd gaan beginnen. Kienen wat zo'n vlak skopje ingeskoppen daar. Lekker man, lekker man! Line up, boys! Line up!
جليهان تغا كوليجنس عايز بروكولي تغا كوليجنس يلان عايز مانا بامي Van laatste zaterdag af, dat is de vijfde game van laatste zaterdag af. So die mannen is poortijd, dat het eerst twee hier in Oudsoeren gekomen. Vandaag, dat ze op die bus gechanged vannacht. Dat het net onder kleren gechanged, ze sprongen op die veld, dat het is regen warm op. So eigenlijk onze mannen is poortijd, die avond van eigenlijk onze span wat Weermacht leden is. Dat komt van die... Weermacht week af wat in die kaap was en is collegians wat ze loskaken wat miskop is collegians wat voorloop wanneer die eerste 4 minuten van die kracht meet met 5-0 die die mannen van Hagelijk ons is Kenan eerst door die puntenmachine van Hagelijk ons waar hy afskop Collegians wat zo pas in tweede drie van die wedstrijd gedrokken. Dat is Collegians wat goed lijkt hier in Oudsoeren. Collegians wat gauw hier vanaf eigenlijk ons wijs baas hier. Zo pas hulle tweede drie gedrag van die wedstrijd binnen die eerste 5 minuten van die krachtmeting. Die telling schuift op naar 10 punten tegenover 0 aan die guns van Collegians. Eigenlijk onze mannen die jaagden van die span. Wat zo pas teruggekomen in die kaap. Don't move. Is Collegians loskaken wat nog aan de palen. Toen gaan hij die bal die palen ze daarin. Hij skop op ongelukkig. Ja, hij skop hem dwars die palen. Dat is Collegians een punten wat opschuift naar 12 toe. Come on, Quentin! 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 Come on, Quentin!
خير لوفيش لوفيش كومون مان ما غلوش ما غلوش خلاص Ons is so binne die eerste 7 minute van die wedstrijd, is eigenlijk ons wat nulle collegians, die span wat tweede laatste loop die lok, hulle loop voor met 12 punte, twee vinnige drie gedrug, hierso, ek sta in die midde saam bril, is na teenhoudswoering, het lyk of het nou haag gaan reen, en is koud. Dankie vir allemaal wat ingeskakel is. Die manne wat gister die beker gewen het daar in die Kaap, vir Suid-Ooskaap. Die helfte van Suid-Ooskaapse span bestaan uit Harlekuinse manne. So die manne is moeg, hulle speel nou al vir die afgelope week net rugby. Magas, Pino, Gun, Jalen. Alle koense manne wat uitgeput lyk. Kienen is om het zeker non-stop goed. De loskapen van daar voor alle kons. Is Pieter Maas wat die bal aan steel vir alle koons, die kommie boels. Zeilen. Is dat wat een strafskop gegeven of hoog van wat gaan alle koonse mannen doen? Gaan hulle palen te skop of gaan hulle kantlijn doen? Excuse toch? Als ik kaptein dat aan de hele gaan palen te skop. Skien het eerst zo bij man zitten. Ik hoop bij mannen vandaag ze kan non skop goed talks aan. Laatst heb ik gewoon gezegd, Kienen, je hebt een mooie wedstrijd gehad, toen zei man van mij. Hij kan niet zo'n goede game met, hij is niet echt een goede pak spelen. Het is een teamplayer die man. Kienen is ook een teamplayer. Legends en looskaken waar hij afskopt. Dat is nog kloo waar die bal.
Diet, oké, okay, kom ons een spotter is een klapaarde center, hij van haar loopt een spotter. Zijn fan is Jonathan. Collegians zijn die bal af van hier, maar. Ik moet alleen weer te horen aan je. Ja, dat is bal genoeg. Dus maar ga ze pas op Pino is Pino waar die bal veel te skop. Die bal wat die uit is, hier kom Collegians weer aan. Oh nee, dat is zwak voor vredig, maar ook weer let om. Hier kom Collegians. En ons ga ek al eens kop die bal veel te skop. Ja, maar voor Italië, hè? Een goede loop, ja, die al klein wil los en kan het eerst om die aansluiting van Potter. Mannen, wat een klok! Hier is de bos! Hier is de! Mannen, wat een klok! Mannen, wat een klok! Als de club partner, die kaptein wat nou die bal gaan ingooi. Manu waar die bal vat. Dus kijk uit dat het voordeel speelt bij Haarlok. Hier kom die mannen nog steeds. Hier kom die mannen nog steeds van Haarlok. Ongelukkig waar die bal aan misvang. Kijk wat er wat terugkomt bij die staatskoppie van Harlequins. Als besluitnemingstijd gaan hulle palen toe skop of gaat hulle kantlijn toe. Ek sal sê gaan kantlijn toe, julle is nou eerste 16 minute in die eerste helft. Ja, gaan kantlijn toe. Ongelukkige forward pass die herkenen. Kijk eens wat er ook zien. Concentreer, boys!
Tialang wat yen outswamas 12 3 aan die guns van collegians. Die nou ingeskakel het is collegians wat voorloop hier so in outswam 12 3. Goed gedoen aan die gunfilies. Maar gas waar die boon nou so wild uitgooi, maar is toch 28 voor. Jalen, hy pas van los. Skeiter, wat terugkom vir die straatskop. Ek sal sê van die 3 punte nou. As in die middel van die palen van die 3 punte maak, die telling 6 los. Die 3 gaan kom, die game is toch lang. As Keenan hier so, hy punt die machine van haar telefoons. Ek weet nie of julle die song gehoor het wat die mannen nou gemaakt het vir Eden Klaas en vir Sekkies hier. Van Southeastern Cape, hy sê gaan vir haar ook een song maak. So een van die daar sing ons lekker saam met hem. Keenan hier so een humble oudje hier so van haar telefoons. Hy speel skram al en loskakel. Die man teken vir wedstrijdpunt aan. Dankie aan die luisteraars aan Mozambique, my mense aan Mozambique, Zanin, Pretoria, Bloemfontein. Keenan maak geen foutie. Keenan Eason maak geen foutie. Telling skuif op na 6 punte vir haar Lekoons, 12 punte vir Collegians. Ons het so 20 minute in die eerste helfte van die wedstrijd. Mensen wat nog aangaan voor spoedse baas, Speedy, wat nou hier warm-up. Hij speelt vandaag van die bank af, weens een besering. Keenan wat een war up en aandag hier, maar daar is niemand hier. Daar is niemand hier. Hier kom collegians weer. Straks in Mr. Ref. Oké. Nee jong. Oké. Die bal is uit. Die bal is uit. Collegians gaan besluit hulle gaan palen te skop van die middellijn af. Jeet die loskakel die daar mag in sy benen om palen toe te skop. Dat is net Keenan Eso wat so goed kan skop hier. Kom eens kijken of die loskakel ook Keenan Eso's en Keenan Eso's had hij niet Keenan Eso's skade weer is. Kom eens kijken wat die man maakt. Ek geloof daarom, kom eens kijken of hij hier verder af kan oorskop om hulle telling te vergroot na 15 punte toe. Hulle loop voor met 12 punte teenoor en 6 van haar Lekoons. 12-6. Kom eens kijk wat die loskakel. Hij skop sommer met sy kopskerm op. Nee wat, ek weet nie. Ek geloof aan my, hy gaat die wat aan die oorskop he. Die kopskerm. Kom eens kijk wat hy maak met die bal. Hij lang gepast aan mijn studio. Hij is mis zijn. Hij lang gepast aan mijn studio. Is mis, ja, ik heb geweet. Die lang blij op 12-6 in die grens van collegians. Alle koens wat nog geen 3 gedrukt het in die krachtmeting. Hulle niet een bonuspunt as hulle Boekan Seagulls wil blij. Is Keenan wat nou haar skipskopje gee. Doe het! Doe het! Doe het! Doe het!
Die komen politie, ze hebben me net geen aanval. Bela! Mooi! Bela! Pas de bol! Assez, man! Assez! Mooi, boys, mooi! Tjelling is 12-6 in die guns van Collegians. As jy nou ingeskakel het, is Collegians wat hier, en om te dink, ek wou nie die wedstrijd vir julle laat stream nie, maar ek vat het moest nou so, ons is ook moest nou breker geklap, maar dan ons leer nou top, en Collegians leer nou tweede laatste, so kom en ek kan nou die game stream. Maar nou ja, geluk ons op 8 is so. 12-6, Collegians wat 2-3 al gedrukket, de Harlequins wat nog steeds niks 3 gedrukket het, of nog niks 3 gedrukket het. Hulle niet 4-3 as hulle bonuspunt wil hee, die wedstrijd het. Ek denk hulle sal moet 4-3 druk, om tenminste 5 punte te kry, om elke keer een punt boek aan Seagulls te lee. Die lijnrechter wat nou afgeraad, my skuisrechter. Mooi, Carlo. Jo. Kamper. Oké, ik wil wel even voeren. Nou, alle koen zit nou die balken ingooien. Ons het nog so 16 minute oor in die eerste helfte van die wedstrijd. Harlequinse manne, vir die wat nou eers ingeskakel is, kom van die Weermagweek af. Die manne is moeg, hulle het maandag toe hulle in die Kaap kom, toe sprang hulle uit die bus uit, toe speel hulle tegen Gauteng. Vandag toe hulle weer hier kom, toe sprang hulle uit die bus uit, toe speel hulle tegen Collegians. Nu kom ons kien en, you know. Ongelukkig kan waar die bal aan slaan. Ongelukkig. As Collegians wat nou weer goeie posisie het in die halfgebied van Harlequins om iets te doen. Ongelukkig af en kan Phillies wat die bal aanslaan. Goeie loopie die manne gewees. Tjelling bly steeds 12-6 in die guns van Collegians. Is alle koers waar die scheidsrechter raakt erin. Maar die strafskop achter is waar die strafskop. Ik zou ze win genoeg via het boys. Bal wat niet uitgeskop wordt, dat was hier een goed. Een klein spasie gehad om mijn bal uit te skop.
Dis 'n klop Barna, gaan hy sy spring op vind. Yes, hy vind sy spring. Hy kom die boys. Kom aan boys, kom aan. Loop met hulle, loop. Loop, Keenan. Jalen. Potter, sorry, Potter. Jesus. Hy Potter, julle. Jonathan is hy van. Hy man speel elke naweek sy hart uit vir hulle ons. Ja, elke week het hy man een goeie, goeie wedstrijd. Ek kan het nie van hom wegvat nie. Kaptein van Harlequins, kom ons kyk of hy sy springe gaan vind. Hy doen so ja. O, gelukkig is het collega wat die bal haak krijg. Maar speel hy mannetjie weer van Harlequins die bal terug. O, is hier die bal. Keenan, sorry, Pino wat daar pas met Jalen. Keenan. Oh, Mars, oké, straf. Lekker man, nou, lekker man, nou. Lekker man, nou, lekker. Magas. Hij past op Keenan, dan schieten waar hij valt. Lekker man, ja, daar stop. Jo. Oh, mooi getikkel aan. Is nog een 18. Kom, collegians. Ongelukkig, man, waar die bal aan nog wil probeer steel het. Die mense wat nou ongeskakel het, ons is so 30 minuten in die eerste helft van die wedstrijd. Harlequins wat achterloop met 6 punte teen nog die 12 van collegians. Alle koense manne wat pas van die rugby week af kom van die manne is uitgeput. Maandag toe klim hulle op die bus, toe hulle in die kaart kom, toe speel hulle 2 teen Gauteng. Hulle het sommer die bus gechange waarop en gehom op. Woensdag toe speel hulle teen Vrystaat, toe maak hulle gaan van Vrystaat op Minsmeet. En vrygister toe speel hulle die finaal teen WP. Toe ben hulle gaan vannacht op WP ook 14. Punte teen oor 9 in die Kaap, het was sop net, maar die man het ons trots gemaakt, jylle. Raad u op, Captain! Haarlik ons wat tans eerste lê op die lok, collegians lê tweede laaste dan op. Maar hulle gee die Harlequins een wedstrijd in. Ek het verneem dat Harlequins wou die wedstrijd uitstel van vandag. As gevolg van die rugby week, maar ongelukkig was dit nou nie geproof nie. So toe moes hulle maar nou hulle vanmiddag die stop so pas toe. Toe moet hulle vandag net gauw gaan change en ander onderkleren aantrek en terugkom vir die wedstrijd. So hulle is nou wie. Hulle het vir oogend in die Kaap uitgerij.
Malchas, you know. Mozambique se manna en Congo se manna. Wat gaan kinderen doen? Gaan hij paarden toeskopen die 3 punten vat? Of gaat ons voor die 3 gaan? Ja, lekker man, lekker man! Ja, lang wat thans 12, 6 is in die fans van colleges kinderen wat aan de gaan paarden toeskopen. Ik geloof hij talks van kinderen is nog baie zwaar. Nagels is een modderwedstrijd in die Kaap. Skinnen wat nog aan aanleg palen toe, hij kan hij die gapen verklein. Collegians wat al 2, 3 gedraagd had, haarlijk ons. Is slecht skinnen eerst wat punten aangetekend van haarlijk ons hier. Ons het zo 5 minuten oor in de eerste helft van die wedstrijd. Is Harlequins 9, Collegians 12. Harlequins had het tenminste 3 moet druk nou hier. Als ons vandaag hier bonuspunt wil hebben, moet ons het 3 druk nou. Ik hoop dat hij die kranen nou op in de tweede helft van die wedstrijd. Ons het een paar goeie mannen wat op die bank zit, die Boysenbroers. Hulle sit op die bank vandag vir ons. Een swak skop baas, maar is Leclou wat toch die balle het. Goed gedoen, Leclou Barnett. Oh, verloor. Hare die bal voor en toe, ongelukkig. Is een skrim vir Collegians. Telling is 12-9 in die guns van Collegians. Collegians wat 2 vinnige 3 haarlik ons beskrik gemaak het binne die eerste 5 minute van die wedstrijd. Volgende week speel haarlik ons in Mosselbaai tegen Brandwag. Die week kan na is die manne een bietjie. Ek soek hy skram manne! Ik heb het niet.
Scheidsrechter wat nou straatskop gevaarlijk was voor die hoogvat. Hij man wat nou nog uit is, Mr. Christine over Raleigh. Ik heb nog gedacht dat Mr. Mervyn Appel. Maar het lijkt voor mij naar die skram al. Aan om al gas over Raleigh. Dat moet ook verrassen. Dus besluitnemingstijd kienen zal om besluit gaan die paarden te skop of wat. Maar ek sal sê skop paarden toe maak die telling, maar oké, hulle wil het drie gaan druk. Gaan hulle drie kan druk. Ik heb gezien dat twee mannen slaan elkaar om die koppen, maar ik heb gezien dat die veel. Nee, ze zijn twee zwaar zijn. Het gaat ons maar zo met schoon familie. Om dat nou die kaart om elkaar haar te slaan hier op het veld. Alles is twee zwaar zijn. Ze gaan nog heel kaart te trekken. Kijk nu daar. Ze gaan altijd met elkaar om die koppen geslaan. Oh, wake up! Kom eens haal elkaar, hoor je niet game uit, we slaan op elkaar met die kopjes. Haal nog kwaad, we hebben 14 man spelen. Colleges wordt ook met 14 man spelen voor de rest van de wedstrijd. Hij twee mannen slaan elkaar, vetterlijk met die kop. Alle twee zieke maastrijd raad in die familie, jullie zijn zwaar, zei ze, ik vind. Ik ben niet goed. Aan om al gas, Pino, waar die bal nog aan zo.
Yes, so ongeval lekker op een krachtige stijl nu. Het strijd is klaar, de eerste helft is voorbij. Eerste helft, want die wedstrijd is voorbij. Zo. Die lang is 12-9, die gans van Collegians. Harlequins wat geen 3 gedrukt in de eerste helft van die wedstrijd. Die. Collegians wat 2-3 gedrukt. Dus die kaptein Leclerc Barnett, hij praat nou hard daar met die scheidsrechter en met die lijnrecht, zijn assistent. Die kaptein van Harlequins, hij gaat praten met voor die scheidsrechter, hij zei voor Mr. Ref, hou die buurtjes dop voor mij alsjeblieft. Het is halftime, jullie blij ingeschakeld. Het is een opwindende wedstrijd. Die. Twee zwaars wat voor die oppositie speel. Eén speel voor die een span en die ander een speel voor die ander span. Laat mekaar of vandaag, ik moet die koppen gaan slaan. En dan krijg je al twee een rode kaart. Lekker man! Zo ja. Blij ingeschakeld, jullie. Make up big boy! Make up big boy! Ik heb het niet meer gezien. Ik heb het niet meer gezien. Ik heb het niet meer gezien.
Haarlik ons met 9 punte in colleges met 12 punte colleges wat al 2 drie gedruk het. Haarlik ons het nog geen drie gedruk. Lyk het die man het lus voor een bonuspunt vandag in een span wat tweede laatste lep in Lokkie. Die man wat nou wacht voor die scheidsrechter, lyk me die scheidsrechter is nou nog in die badkamer. Het kan daar ook een paar minuten duur. Mannen wat nog geduldig, wacht al bij spanning. Scheidsrechter en zijn lijnrechter wat nou. Nog binnen in die badkamer is, maar het lijkt het niet, kom hulle nou uit. Ik hoop alle ons kunnen op een paar skiet goed opstuur. Zoals Ricardo Jankies goed zijn baaselen. Ik hoop alle kunnen op een veld verschijnen, want het lijkt je voor mij eens wie kan boeman. Potter wat dan weer daar goede tikkel maakt. Kan die man skop. Oh lord. Ja, dis mis. Daina boy! Daina! Daina! Loskakel van polisies wat nou geskip skop het hierso. Vir die mense wat nou ongeskakel het, hulle kon speel met 14 man vir die rest van die wedstrijd, sowel as collegians. Hulle speel ook met 14 man. Dis twee swaars wat speel hier in die span. Ja, albei spanne gespeel het. Hulle het mekaar, hulle het gauw hulle familie frustraties hier in die team uitgehaal, hulle mekaar met die kop geslaan, so. Hulle al twee is af, hulle het een rooie kaart gekry, die referee het gesê, manne, gaan praat die familie issues uit daar, so. Langs die veld.
As collisions, wat kan skram 5 meter van die doellyn. Jaylen, man, lekker Jaylen. Ongelukkig, Jaylen, wat die bal haak kon bemeester, maar so lang kan die drie is. Collisions, we hebben een goeie positie nou hier van Harlek van sy doellyn af om punte aan te teken. Harlek kan punte aan teken nou, is ook collisions. Ek dink daar is tyd dat hulle kon sy pas op vangers opstuur. Hulle skiet goed. So, amper collisions wat daar 3 van draak. As hulle kon sy wat die skram kry, hy man het ongelukkig die bal aangeslaan na so. Oh, dat klaar, eerste! Harlek koos wat nou die bal kan ingooi en die bal ver veld af kan skop. Keenan man, hy kan doen voete van hom. Hy man, hy bal ver veld af skop op ons. I'm going to go to the house. Daar sy Keenan, gebruik hy kan onvoete van jou en skop die bol ver veld af jou man. Wen baie veld vir ons. Dis Kino wat die bal uitgeskop het en veld gewen het vir die manne van haar op ons. On the black boys, on the black. Die klub Barnet, gaan hy sy sprong af vind? Kom aan, Lumpie. Hy vind sy sprong af. As die manne waar hy begin het duif. Goed gedoen, boys. Go, Julle, ek weet nie waar hulle ons die klomp enig gekry nie. Die manne het klomp wedstrijde gespeeld die week. Ek weet na ere, hulle is die aarde al was ek te wat die so gehad, maar die manne is hier. Hulle speel, joh. Wat? Ek sien nog een spoedse baas op die veld, hy sit nog.
ek dit van gaan hy staaf aan my sê verskyning maak hy maar hy sit nog aan. Kom een van die gewese cheetah spelers Zinedine Boysen hy gaan nou op sy verskyning maak op die veld vir hulle kons. Hy is op sy raam te stretch. Come on, big dog! Come on, big dog! Move! Come on, big dog! Come on, big dog! Watch it! Oh, it's a star, I. Manuel Lewis is a star, yellow. Guys, what are these drafts? Come back to see Kenan for the 3 points to make it. Yellow, gelijk op. Kenan, what's an end? I'm going to fall to. Die lang wat steeds 12-9 is in die kant van Collegians. Collegians wat voorloop hier met 12 punte, 10 oor en 9 van Harlequins. As is hier een moeilijke schop voor iemand zoals Keenan Eersel nie. Dus moet sê, hy is hy kaliber type oudje. So kom ons kyk wat Keenan met die bal maak, Jelan. Kan hy die telling gelijk op maak? Lekker zonde! Waar is die repalen? Lekker zonde! Zinedine Boysen wat nou op die veld verskyn in die plek van Arno Lekas. Lekas boet! Julle het ons poetse baas omlop. Lekas boet! Man, sy blokkie is hoog opgetrek. Eisterhaai, sy eisterhaai. Al die pad van Lady Smit. Man, so familie wat ingeskakel is, die kaart, Lady Smit, tol, is trots op hulle sien. Is een eisterhaai, reentjies wat nou so bykie val, hier so. Ek sta, man, is aan brille lief. Kjelling is gelijk op 12 punte, vir albei spanne. Ek het julle gesê is my stadion. Kino, Jalen, Lewis. Zal ons is in 9 minuten in die tweede helft, want die wedstrijd 9 minuten in die tweede helft. Die telling is 12 punten voor Collegians, 12 punten voor Harlequins. Albei spanne speel met 14 man, albei spanne het een man gekry wat een rooi kaart gekry het. Twee swaars, ja, twee swaars wat albei rooi kaart gekry het. Hulle het gauw familie issues hier op die veld kom uit so. Gewese familie issues, Sakre is weer strafskop. Keenan gaan kantlijn toe, boys, ons gaan kantlijn toe. Kom, ons gaan vir het 3 man, ons gaan vir het 3. Ons het 4-3 nodig nou in die tweede helft. Ons moet nou een goeie skrap uit en dan een 3 gaan druk zullen. Ja, goeie lijn staan en dan kunnen we zo'n rolmaalbeweging doen. En een 3 gaan druk. Ons kan het doen. Ek sal sê die forwards moet het hou. Ons kan hy 4-3 nou druk. Maar anyway, julle moet gesê van die 2 rooie kaarten die zwaar. Zal het familie is, dus op die veld ek gesoord en mekaar om die kop geslaan. En nou zullen al 2, kijk wat er het gesê, mannen. Gaan sit. Ja!
بس الرياف حتى الدقيقة دقيقة هافا أغلى بوينت ولا الرياف خد خدود يا غي فلاك هافا أغلى بوينت هايس أو هايس كيف تيالوك أوبنا 17-12 كينان يسو بدونو خان بارا تسكوب Tiadang wat opskuif na 17-12, ons kort nog 3-3 om 'n bonuspunt uit die kragmeting uit te kry dat ons ten minste kan sien Eagles die hele tyd kan bly. Miskien in eers al haal, begin hy maar met sy jippe swaai. Janssen wat daar moes aan piek is, hulle noem hom Funaki. Ek weet nie wat beteken Funaki nie, maar sy bynaam is Funaki. Mis, ongelukkig mis. Die helling bly op 17 punte vir hulle punts 12 vir Collegians. Nee, ons kan sien die dorpe verandering op die veld gekom. Die kraan hebben geword, nou opgedraai is om. Collegians wat ook nog een plaats vervangen op die veldstier. Ik moet zeggen, die spannetje van Collegians lijkt nog naar jouw span. De mannen lijken nog jong. Er zijn een paar oude beentjes in, maar wat een span heeft hij dat niet. Yes, goed, yes, goed, weer goed. Wat het veel ongelukkig aan verloren in die bal. Ongelukkig, Spidie. Spoed bang gewaar man, hy sê die, vat het vir jou, OG, vat het vir jou. Klaas of vang een skram af, haal ek ons met 22 gezinne, Dean Boysen, hy het vir die Cheetahs gespeel. Hy het besluit, hy gaan sy rugby, wij haal ek ons kom speel. Dit is waar sy hart leeg. Ek kan enige premier lig as van voor gaan speel. Maar het besluit, hy kom hier na Koonsies toe. Oh, skies wat de straks komt hier vir Collegians. As Collegians met ander, hulle gaan palen toe skop. Dit is een hele... Eentje is Vicky Ver, maar kom eens kijken wat die loskaker gaan doen. Ik hoop hij komt weer met zijn scram, sorry, met zijn kopscherm op. En die mens komt zo met zijn kopscherm op. Je moet zo gemakkelijk als moeilijk wezen ze gaat skop. Haal af alles, haal af jouw kopscherm, haal alles af. En je moet eigenlijk zo doen van maken, dus je wil kaal blijven skop en je kaal blijven ook skop halen. Die man skop en sy kop skerm op. Ek dink dat gaan oor is. Sy kop skerm gaan meer na die linkerkant toe swaai nou man. Kop is moes maar nou swaar, man hy dink op. Dis mis, ek het julle gesê, dis mis. Vir die mense wat nog op die bus is, die soldate wat terugkeer na hulle provinsies toe, vir die staat gaan kyk en hy mense, julle moet veilig ry. Die by die game kyk, op die bus. Scheidsrechter wat de straf komt aangeven voor obstruction. Ah,
Weiland, ja. Maar de scheidsrechter wijst is 8 en toe. Dus collega's wat toch aangeslagen. Dus ja, die mensen nou weer. Ik heb elke week zo'n 50 plus mensen wat die live kijkt. Dank je jullie. En niet vergeet om te subscriben als je het niet is. Maar net zoals je volgt mij, nee, dank je. En zin niet waar die ballen ingooien. Hij haalt de bal uit hij paas voor Keen en hier komen ons als kleur los. Jalen, hij scheert met Jalen, hij scheert met Jalen. Wow! Daar is die arms, kom op de arms van mij, jongens. Hij spot er aan, hij gaat eindig voor die... En die traffic en als Jankies waar die bal uit is goed zijn baas. Zinni, de kloe, Keenan. Final, Carlo. Just Carlo Jacobs, Eister, papi. Zinni haal die bal uit, hij paas voor Pino. Als Pino hij paas af, is de kloe, denk ik. Die bal moet nou uitgehaald worden, iemand zal die bal moet gaan uithalen. Als Keen naar die bal uithalen, hij paas voor Pino. Als Pino hij paas voor Jalen, als Jalen hij paas voor Potter, als Potter waar hij uitgaan. Dat is Jalen, hij paas op Pino, is Pino, hij paas af van Manu. Is Zinni, hij paas op Pino, hij paas voor Max, is Max voor haar gaan. Dat is Pieter, Max voor haar gaan. Hij draagt dat drie voor haar nog eens goed gaat doen. Hier is de achtste man voor haar nog eens, Pieter, Max voor haar drie gaan druk in die hoek. Wel gedaan, boy! Die telling wat opschuif. Na 22 punten toe. 22-12 in die gins van Harlem Boons nou. Hulle het nou 2-3 daar, maar hulle kocht nog 2-3 vir die bonuspunt. Sorry. Skinen is al wat nou aan de palen toe. Ongelukkig kunnen we die bal miskoppen. We zijn zo 20 minuten in de tweede helft van die wedstrijd. Nog 20 minuten oor is Harlequins wat vol op 22-12. Harlequins wat eerste op die lok leeg. Colleges wat ik denk tweede laatste leeg. Harlequins wat nog 3 kortie voor die bonuspunt. Als hulle die toppositie wil behou. Seagulls wat in hulle nek opblaas. Seagulls van Melkosfontein. Hulle blaas en hulle kon sy nek op die lok punt leer. Wat is waar? Ja, hy loop uit bol. Na die wedstrijd maak ik die comment section op. Jullie kunnen maar comment na die wedstrijd. Ik maak die comment section op. Zeg me van baas je afkijk. Ik ben bang te wezen. Ik kan anyway niet zien. Ik weet niet om te kijken.
So ja, laat weet my. Je moet niet vergeten om te liken. Want er zijn net 5 mensen wat we liken. Hier is waar hij bal in stopt, maar de scheidsrechter gaat wat wijzen. Zie zo. Dankie vir die persoon wat nou nog 'n like bygesit het. Dankie nommer 7. Ek weet nie om die route kyk het, sal laat iemand my eendag wys. Maar dankie nommer 7. Ik wou niet vandaag zo'n wedstrijd doen, maar ik weet dat is van jullie wat uiteindelijk wat niet zo lief is voor alle koens, dus ik en zo, ja. Ja, alle koens kunnen we ons nog met 7 voor in mannen. Zoveel als collegians, dus ik kom eens graag zo lekker jullie. Hulle het al bij spannen met 7 mannen in voor in. Hulle is 8e mannen, of die 8e persoon in voor in. Het rooie kaart heb ik erin. Jo, goed gedoen dat ze jullie na. Ach, gaan we nu wel los? Ja, zo nog lekker lijn. Tien en eerst om. Hij geeft zo'n skoppie. Hier komt collegians, er rijdt bal afgevat. Hier komt collegians. Niemand spoedt die fatsie bal spoedt. Oké, die skuit zegt dat wordt terug voor die forward pass. Dus een forward pass heet die mannen van collegians. Haarle koons wat nou die bal kan ingooien in die scrum. En uit een goede positie. Op die veld. Ons is zo 23 minuten. In de tweede helft van die wedstrijd al 23 minuten. Hij is nog 17 minuten oog voor de haarle koons 2-3 moet druk. Ja, top mars vannacht. Steeds wat er wat terugkomt voor die vrijskop. Alle koens wat nou wat drie zal moet gaan drop. Yes! Yes! Het is Glenwood Lewis wat in die hoek gaan druk af van Haarle Koets. Nog een 3. Goed gedoen hier die mannes. 3-3 ons kort en nog een 3. Die hele wat opstek na 27 punte voor Haarle Koens. 12 punte voor die mannen van collegians. Thank you.
zaak. Laat ons het nou wel eens plaatsen van een bank leeg maken. Vaars binnen wat die op je veld is, waar laat ons. Ongelukkig kort verkenen. Die lang blijft 27-12, waar laat ons wat nou nog een 3 kort voor een bonuspunt. Daar is nog zo'n 14 minuten oor aan die tweede helft van die wedstrijd. Collegians wat nou samen te besluit neem, gaan hulle 3 punte vat of gaan hulle vir 3 gaan? Collegians wat daar reeds 2 3 gedruk het in die wedstrijd, hulle tik en hardloop. Dat is hulle koos waar die bal binnen is. Nou wat die bal uitskop aan die strafskop. Jokke, dit is gevaarlik. Mokkie wees. Een overlip, jok. Hy intercept hy manne aan vir hy bal. Kom los, kom aan los. Pas vir Keenan, skop hy bal, Keenan, skop hy bal. Louis, woe! Iemand in die bal, oh, iemand het vastgehouden. Op je grond, hij was alleen. Hij trok die bal vastgehouden. Louis. Zijn spoed is te vinnig voor die ander, so. Niemand kon hem inhalen. Het college is waar de aastraas kop kreeg. Lekker bus. Hij was nog wel goed vandaag een goede loopie. Dankie vir almal wat gelike het, net sien 17 likes, dankie julle. Ja. Is hare waar hy man af, ag tekkel sonder arms. Dit lyk. Hy loop hy man flow asom. Hy man van college is bewusteloos. Mens sal nog moet opkom. Hy man wat nou nog al in snik na sy asem. Telling vir die mense wat nou ingeskakel is, die telling is 27-12. En Harlekoons se guns, Harlekoons wat 3-3 het al gedruk het in die wedstrijd, hulle kort nog een 3. Colleges wat 2-3 gedruk het. Ons is amtelik in die tweede ronde van die liga. Harlekoons wat die top posisie bekleer. Met Seagulls in die tweede plek. Ek denk is dit 1 punt wat al die spanne, wat die 2 spanne sky. So een bonuspunt is belangrijk. Going forward, elke wedstrijd vir Harlekoons is hulle die top posisie wil behou. Jo, is een van die stikke van die Collegians. Is Harlekoons wat die bal haar wen. Dankie, dankie, hulle vraag, 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 hul
Jelle Jankies spoedt zijn baas, is het 3-7. Nee, die man heeft 3's in elke wedstrijd. Die man zijn spoed laat op enige man in de acht loop. Wat een goeie loopie die je lacht er van Collegians. Wie nou wat die bal uitgespoppen die niet. Die mannen wat met een tegenaanval kom je zo. Hulle is nou in een goeie positie om punt aan te teken zo. Hulle gaan weet dat... Oh, en nog eenmaal die bal. Skop die bal weg. Dankie, Keenan, dankie. Goeie skop, man, Keenan, Eersel. Harle Koonse kan non-skop voet. Punt de machine, Keenan, Eersel. Ek moet sê, Keenan is een nederige oudsie. Baie nederig. Die lachter van Collegians wat om Harle Koonse plaas vervang en vleel hart op asof wat nak is hier. Oké, die skeidsrechter wys, maar dit van dok is ons bal. Julle, ons het nog so 7 minute oor in die tweede helft van die wedstrijd. 7 minute. As Harle Koonse het voor op 27 punt het hier nog die 12 om Collegians. Hulle kocht nog 3 vir die bonuspunt. Ons moet teen die spannetjies wat onder op die lok lê. Bonuspunt aanteken, dis wat Seagulls doen, dis wat die ander spanne doen. Ons kan nie so net met 4 puntjies tevrede wees. Ja, ons sien nie wat daar nie moeilikheid is. Lekka hoek! Nu is wat ons jaars kom. Gouda Tina, Gouda! Gouda Nela! 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 Hou die tas er aan, hou die! Ja! Hy is droog! Hy is droog! Wat nie, hy is al reik! Ja, ek het nog wat ook hy man is flauw, Jelle! Jo, Jelle, hy was een gevaarlike, so gevaarlike hardloop. Is hy man al reik? Ek wil eens kykie. Jo, 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 jo. Hy moet wat lee. Jelle, ek wil nou nie eens kyk aan hoe die man seer gekry het, maar hy lyk al reik. Jelle, ek is bekommerd oor hy man. Is hy man al reik? Oké, Jelle, hy lyk al reik. Ja, hy was erg. Ek dink die man is dwars die mekaar, Jelle. Move!
Run it, boy, run!
hy vermag. Sonny, jy al in die bal, Pino, dit is offside, Mr. F, dit is offside, die mannen. Hoe kom Pino? Oei, jyre, Mickey, wat het Mickey nou wat doen? Hier kom college zelf via. Hallo, joh! Kijk wat er wat nog aan afblaas. Die wedstrijd is klaar. Dat is net 4 punten voor ons. Ons julle, ek sien julle next week aan, soos in Mosselbaai. Julle moet een mooie eind het. Bye bye!